Ik ben Joke. Ik schrijf voornamelijk boeken voor beginnende lezers, prentenboeken. En ik heb ook al voor iets oudere jeugd geschreven. Alleen de echte young adults, daar heb ik me nog niet aan gewaagd. Daar voel ik me niet zo thuis in. Ja, heb je een bepaalde stijl waarin je je boeken maakt? Ik denk dat ik ondertussen misschien een beetje herkenbaar ben qua stijl, vooral in mijn beginnende lezers, omdat er mensen toch al snel naar dezelfde boeken teruggrijpen. Dat vind ik heel leuk. Ik hou af en toe van minder is meer. Ik probeer ook niet te veel woorden te gebruiken en niet te bloemrijk te schrijven. Ik vind het heel belangrijk dat je met zo weinig mogelijk woorden zo mooi mogelijke dingen kunt zeggen. Dus, ja. Ja, en zit er een bepaald thema in je boeken? Zijn er dingen die je gemakkelijker aansnijdt dan anderen? Ik heb één keer de commentaar gekregen in een recensie van Piotr van Lenteren, een Nederlandse recensent, van wie wil in godsnaam nog lezen over boeken die zich op school afspelen. Dus toen dacht ik wel eventjes van oei, ik moet wat breder gaan. Maar ik schrijf toch wel tamelijk breed, denk ik zelf. Verschillende soorten kinderen, gezinssituaties, school, vakantie, thematische boeken. Er is ook een boek op komst over rouwverwerking waar ik heel trots op ben. Maar het hoeft niet zo nodig een boodschap. Het moet ook vooral heel fijn om te lezen zijn. Dus, ja.